Hi, loop jij je te vervelen? Kom dan gezellig blokfluit spelen. Mijn naam is Astrid en in mijn filmpjes kun je met mij blokfluit leren spelen. In dit filmpje kijk ik even naar deze blokfluit. Hij zit nog in het hoesje. Dat komt omdat ik graag even samen met jullie wil kijken of deze blokfluit helemaal oké is. Want deze blokfluit heb ik gekregen van mijn oudste zus. Ik heb drie zussen. En de oudste vond deze blokfluit in een kringloopwinkel. Dus ja, wij zijn natuurlijk erg benieuwd of die zijn geld ook waard is. Zij heeft er 5 euro voor betaald. 5 euro? Oké. Okay. Nou, als ik naar de hoes kijk, de etui waar die in zit, die is gewoon helemaal goed. Die is helemaal gaaf. Dus daarvan zou ik al zeggen, die is al 5 euro waard. Maar laten we kijken of, hoe het aan de binnenkant is met die blokfluit. Zij, ik ga hem openmaken. Spannend. Oh, kijk. Dit is een mooie altblokfluit. Dat had ik al gezien eigenlijk aan de grootte van de etui. En wat ik zo op het eerste oog zie, is dat hij helemaal compleet is. Zelfs het wissertje om hem daarna schoon te maken zit erin. Oh, er zit ook een aankoopsbewijs in. En daar staat ook september 2009. En het bedrag wat er hierop staat is 387 euro. Kan je het zien? Ik weet niet of het een beetje te licht is zo. Ja, zo. 387 euro. Dus wat dat betreft is het natuurlijk al een goede koop. Maar dat zegt nog niks over de conditie van de fluit. Maar laten we verder kijken. Kijk, de grepentabel zit er ook nog in. Een grepentabel is een tabel waar alle grepen op staan. Dus dan kun je nog even spieken hoe je een bepaalde noot moet spelen. Die zit er ook mooi bij. Dan kijk ik even verder. Er zit altijd nog zo'n klein potje met vet in. Dat is om de tappen in te smeren. Dan zet je hem makkelijk in en uit elkaar. En die zit er ook nog bij. Ik ga even kijken of die heel veel gebruikt is. Dan krijg ik hem open. Net dan. Oh, maar er zit nog genoeg vet in. Die is wel gebruikt, maar niet heel veel. Dus daar kun je nog wel wat mee doen. Nou, nu gaan we naar de fluit zelf kijken. Want, nou, ik haal hem even op. Kijk, zo ziet hij eruit. Alle drie de delen zijn er. Het voetje, het middenstuk, de buis en de kop. Nou, ik begin met het voetje. Het ziet er gewoon goed uit. En als ik even kijk naar het houtsoort, dan denk ik dat dit een buxushout is. Zo te zien aan de kleur. En, nou, ik zet hem. Oh, kijk hier, het kurk op de tappen is ook nog helemaal oké. Okay. Terwijl de zon een beetje meer gaat schijnen. Dus dat is ook helemaal goed. Ik zet hem in elkaar. En zo'n los voetje is altijd heel erg handig. Zeker bij grotere fluiten. Die worden eigenlijk altijd in drie delen geleverd. En het is vooral handig omdat je hem dan goed kan afstellen op je eigen pink. Je kunt hem afstellen waar jouw pink neerkomt. Dan hebben we nog de kop van de blokfluit. Nou, ik ga even kijken hoe het blok eruit ziet. Zo aan de buitenkant. Ziet er gewoon heel goed uit. De hele fluit ziet er heel goed uit. Ik ga hem in elkaar zetten. Altijd draaien. Nooit duwen. Maar altijd draaien. Oh, ik zie nu net bij het draaien dat er ook aan de achterkant een ringetje in het duimgat zit. En dat voorkomt dat hij uitsluit. Dus, ik vind het eigenlijk nu al een hele goede koop voor 5 euro. Maar laten we ook even kijken hoe die klinkt. Nou, even recht zetten. Hij klinkt hartstikke goed. Wow, mooie fluit is dit. Ik vind hem heel fijn. Heeft mijn zus een goede koop gedaan voor 5 euro? Jazeker, een reuze goede koop gedaan. Heb je ook wel eens een goede koop gedaan bij een kringloopwinkel? Ik niet, ik ben nooit zo gelukkig, maar mijn zus dus wel.
Dit is een hele mooie fluit. Nou, even kijken. In 2009 kostte deze fluit €387. Nu kost deze fluit zo ongeveer rond de €600. €5 heeft ze ervoor betaald, dus dat is echt heel goed gegaan. Ik zou hem wel even bij de AFAP, waar de Aura fluiten vandaan komen, even langsbrengen voor een goede onderhoudsbeurt. En even na laten kijken en schoon laten maken nog extra. En dan heb ik daar toch een hele mooie fluit aan. Oh, dit is echt gewoon super, super goed gegaan. Dus zeker als je wil beginnen met blokfluit spelen en je twijfelt nog een beetje of het wel echt wat voor je is en je wil nog niet meteen €600 ervoor uitgeven, is zo'n fluit als deze natuurlijk echt een hele goede kans, een heel goed iets om mee te beginnen. Want dan, ik kan me voorstellen dat je niet meteen denkt, ik ga €600. Er zijn ook fluiten die nog veel duurder zijn. Handgebouwde fluiten zijn echt nog een stukje duurder. Ze zijn ook heel mooi. Maar dit is echt een prima fluit om je start mee te maken. Dus wat dat betreft is het denk ik gewoon heel goed. Ga ik zelf op deze fluit spelen? Ja, ik denk het wel. Ik hou hem lekker in mijn collectie. En zo pak ik hem er af en toe even bij, want fluiten moeten ook altijd weer een beetje drogen. Dus dan heb je altijd nog een reservefluit waar je even op kunt spelen. Maar ik zou deze zeker gaan gebruiken. Dus zo kun je ook beginnen met blokfluit spelen. Dat je mazzel hebt dat je bij een kringloopwinkel een leuke blokfluit tegen het lijf loopt. Of mensen in je omgeving, ik krijg namelijk van heel veel mensen in mijn omgeving, die weten natuurlijk dat ik blokfluit speel. Dan ruimen ze de zolder op en dan komen ze blokfluitboekjes tegen waar ze niks meer mee doen. Die geven ze dan aan mij. Vaak leen ik die dan uit aan leerlingen. Maar die boekjes kun je natuurlijk prima gebruiken om zelf mee te leren noten lezen bijvoorbeeld. Want ook al zijn het oude boekjes en staan misschien oude liedjes in. Maar weet je, een G blijft een G, of het nou een nieuw boek is of een oud boek is. En als je dan niet zoveel geld hebt, kan je daar natuurlijk gewoon heel goed mee beginnen. En dan sla je gewoon de liedjes waar je van denkt, nou, die zijn zo oud, die ken ik niet eens. Nou, die sla je dan gewoon over. Want er staan altijd oefeningetjes in zo'n boek. Dus die kun je natuurlijk gewoon gebruiken. Dan train je weer je vingers, je leert het noten lezen. Ritmes zijn ook hetzelfde. Een kwartnoot nu of een kwartnoot van een tijdje terug is nog steeds een kwartnoot. Dus daar kun je prima mee starten. Nou, voor nu ben ik even klaar hiermee. En zo zie je maar, je hoeft je echt nooit meer te vervelen. Ook niet als je als je regelmatig bij je kringloopwinkels gaat kijken. Want wie weet, vind je daar een leuke fluit. Dus voor nu, ik ga nog even hierop fluiten. Ik zou zeggen, veel plezier. Laat maar eens weten of jij ook een goede koop hebt gehad in de comments bij zo'n kringloopwinkel. Of misschien gewoon een mooie blokfluit van iemand hebt gekregen. En dan zie ik je later weer. Oh, het tegeltje. Ik moet even het tegeltje pakken. Momentje. Nou, daar is hij dan. Het tegeltje. Je hoeft je nooit meer te vervelen als je blokfluit kunt spelen. En dat kan dus ook prima met een blokfluit uit de kringloopwinkel. Ik zie je later. Hoi!